De Baard op je beeldscherm. Welkom en leuk dat je weer kijkt. En voor iedereen die nieuw is, natuurlijk ook van harte welkom. Vandaag in deze video ga ik je uitleggen waarom je kunt trainen met een belt en waarom je dit eventueel zou moeten doen. Komt-ie! Oké, zoals je op het bord ziet, heb ik deze video opverdeeld in een aantal punten. Een aantal belangrijke kenmerken van een riem, etc. Nummer 1 is, wanneer gebruik je een belt? In mijn ogen heeft een beginner geen belt nodig. Waarom niet? Stel je voor je gaat voor de eerste keer squatten, deadliften, dan is je vorm toch nog niet goed, is het toch nog niet perfect. Is het niet echt nodig, plus je kan eventueel de oefening verkeerd aanleren. Dus ik zou zeggen, hoeft niet. Wanneer heb je hem wel nodig? Als je een gevorderde bent. Wanneer ben je gevorderd? Stel je voor, je doet in mijn geval, waar mijn kanaal over gaat, is natuurlijk krachttraining, dus ik hou het daarbij. Je bent een gevorderde als je niet meer in 48 uur kan herstellen. Dus als je maandag traint, je bent bijvoorbeeld vrijdag pas weer hersteld, dan noem ik je geen gevorderde meer. Als je eigenlijk weekcycles moet maken, weekplanningen. Wanneer iemand hem nog meer kan nodig hebben, is natuurlijk als iemand rugklachten heeft of ooit eens een keer een ongeluk gehad waarbij zijn rug niet helemaal stevig is, kan een bel natuurlijk hartstikke handig zijn. Dat is dat. Dus nummer 2, dat is een verkeerde riem. Met alle respect, naar de bodybuilders ben ik ook gewoon fan van. Die mensen waardeer ik hartstikke erg, maar ik noem het eigenlijk altijd een bodybuilder riem. Omdat die mensen de riem anders gebruiken en eigenlijk komt dat gewoon simpelweg door de fabrikant. De fabrikant, ik zal even een fotootje laten zien, die maakt meestal in de achterkant van zo'n riem maakt die, een padding, een stukje stof, dat die zachter is. En daarbij komt dat de achterkant van de riem groter is en aan de voorkant smaller. Nou, dat de meeste mensen die zo'n ding kopen, of de meeste fabrikanten, die denken, ik gebruik een belt omdat dat goed is voor je rug. Ja en nee, een belt is natuurlijk helpt het iets wat voor je rug, maar dat is niet de reden waarom die belt is gemaakt. Je wilt juist dat stukje stof wil je niet hebben. Dat brengt mij bij punt 3, een goede riem. Ik heb hier mijn belt. Dit is een goede riem. Waarom? Deze belt is, zoals je ziet, over de hele breedte even dik, even breed. Daarbij komt dat hij lekker stug is, stevig. Er zit geen zachte padding in. Het is gewoon een stuk stof wat echt snoeihard is, wat eigenlijk niet echt heel erg lekker veert. En de eerste paar keren zal hij ook misschien nog wel snijden, maar dat terzijde. Waarom is dit goed? Dit is goed omdat deze breedte die je ziet, die past precies tussen mijn boog als je mijn lichaam in tweeën zou delen en je ziet mijn heupbot en daaronder mijn rib, daar boven mijn ribbenkast, dan is dit de breedte die daar precies tussen past. Dus mijn lichaam, dat wordt eigenlijk één blok. Je wilt juist heel die middenkern, die wil je natuurlijk stevig hebben. Stel je voor, je hebt een ballon en je blaast die op, dan kan die natuurlijk veel steviger worden als daar een belt omheen zit. Dan kan je gewoon meer druk zetten. Dat maakt de ballon niet steviger, maar dat maakt hem wel, kan je gewoon meer druk zetten. Nummer 4 is, waarom een belt gebruiken? Waarom een riem gebruiken? We gebruiken een riem omdat we het proprioceptievermogen van ons lichaam willen vergroten. Dat klinkt als een lastig woord, is het niet. Heel kort, simpel, duidelijk uitgelegd is proprioceptie het vermogen van mijn lichaam om te weten waar ik ben in heel deze ruimte. Als ik nu dit doe, weet ik dat mijn hand 10, 15 centimeter van het bord vandaan is zonder dat ik kijk. Ik heb een muur naast mij hier, die is hier 1,5 meter van mij vandaan. Dat voel ik, dat weet ik. Ik weet waar ik ben. Ik weet dat ik nu niet tegen het bord aan staat. Dat is proprioceptie. Een goed voorbeeld van een slechte proprioceptie is bijvoorbeeld als je al oud genoeg bent, als je hebt gedronken, dan is je proprioceptie wat minder. Je gaat waggelen, je kan nog wel eens struikelen, je evenwichtsorgaan is verstoord en dan gaat het allemaal niet meer zo lekker. Een ander goed voorbeeld is bijvoorbeeld als jij in je eigen huis loopt, je kent de omgeving perfect, maar je doet je licht uit. Omdat je in je eigen huis loopt, weet je nog wel heel goed, maar toch weet je de afstanden niet meer, ga je twijfelen. Dan heb je een slechte preprioceptie. Proprioceptie, geen pre. Als je dus die belt om je lichaam heen hebt, die riem, dan versterkt de riem, dan gaan we eigenlijk naar punt 5 zo. Die riem die versterkt jou niet zozeer. Jij kan alleen zorgen dat jouw lichaam weet, oké, er zit iets. Dus ik kan meer kracht genereren. Ik voel dat er nu iets zit op mijn lichaam. Dus ik kan alleen maar harder mijn buikspieren aanspreken. Dan gaan we dus door naar punt 5. Vals spelen. Voordat ik daaraan begin wil ik wel eens weten wat jij er nou van denkt. Vind je een riem vals spelen? Ja of nee? Laat even een reactie achter hieronder. Dan zal ik daarop reageren.
Wat ik met vals spelen bedoel is dat sommige mensen vinden het vals spelen, zo'n riem. Ik persoonlijk niet. Waarom niet? Een riem die voegt eigenlijk niks toe aan kracht. Een riem voegt niks toe aan het hele trainingsgebeuren. Wat bedoel ik daarmee? Als ik een mooi voorbeeld heb, dat is de slingshot van Mark Bell. Daar zal ik ook even een fotootje van laten zien. Dat is een soort van nylon t-shirtje wat je om je armen heen kan doen. En als je dan aan het bankdrukken bent, dan stretcht die. Dus hij versterkt eigenlijk een stressreflex uit je lichaam. En dan kan je een hardere bounce teruggeven. Wat je dan doet is dat je meer gewicht kan gebruiken door het t-shirtje, door het apparaatje. En een belt doet dat niet. Een belt slaat geen elasticiteit op, geen elastische energie. Bijvoorbeeld een squatsuit, zo'n heel pak, die wel, die slaat dat op. Je gaat naar beneden, stof rekt uit en geeft jou een bounce terug omhoog. En een belt niet. Een belt zorgt er alleen voor dat jouw lichaam harder kan aanspannen en harder kan werken, waardoor jij meer gewicht kan tillen. Dus het apparaatje zelf doet eigenlijk niks. En dat vind ik dus het mooie aan een belt. Dan wil ik nog een laatste ding toevoegen. Dat zijn de woorden hoe en welke. Ook al gebruik je al langer een belt, weet ik zeker dat in deze twee video's nog meer informatie voor jou aanwezig is wat jij nog niet kent. De video hoe gebruik je een belt, daar ga ik ook nog natuurlijk, zoals ik zeg, hoe gebruik je een belt, daar ga ik daar wat dieper op in. En welke belt moet je kiezen? Ik heb nou al een voorbeeld gegeven dat een bodybuilding belt niet van toepassing is als je gewoon aan krachttraining doet. Kan eventueel wel, maar dat vertel ik ook nog in die video. Die video's zijn op het moment dat deze verschijnt nog niet uit. Hij kan, als ik het niet vergeet, onder in de videobeschrijving komt hij. En anders staat er gewoon de playlist krachttraining algemeen. Als je nieuw bent en je bent nog niet geabonneerd, abonneer dan op dit kanaal. Dan kom je alles te weten over krachttraining. En voor de mensen die al geabonneerd waren, dank jullie. En ik zie iedereen, ook niet abonnees, volgende week. Peace!